De 16e eeuw is berucht om het grote aantal stormvloeden. Een reeks zware stormen en hoge vloeden die teisteren de dijken hier langs de Zeeuwse kust. En om verzwakte dijken te ontzien worden er achter inlaagdijken aangelegd. Zoals die daar. Behalve stormen hebben de dijken ook te lijden onder het geweld van de 80-jarige oorlog. Er is geen tijd en geld voor het onderhoud. En soms worden dijken zelfs opzettelijk doorgestoken om de vijand op afstand te houden. Deze vorm van verdediging wordt vanaf dat moment systematisch ingezet en men begint met de bouw van de Hollandse Waterlinie. Die loopt van de Zuiderzee tot de Biesbos. Van de linie zelf is weinig meer te zien, maar hij ligt langs een kettingsnoer van vestingstadjes, zoals deze hier, Nieuwpoort. Tijdens een aanval door de Fransen wordt dit hele gebied hieromheen zo'n 40 centimeter onder water gezet. Dat is te weinig voor een schip, maar net genoeg om de vele slootjes en greppels niet goed te kunnen zien. En aangezien de meeste mensen in die tijd niet kunnen zwemmen, zijn dat levensgevaarlijke valkuilen. Hier onder het stadhuis kun je nog goed de inundatiesluis zien die ze gebruiken om het water het gebied in te laten. Zo worden de Hollanders steeds handiger met de beïnvloeding van het water. De getrapte polderbemaling wordt bijvoorbeeld uitgevonden. Hiermee kunnen grotere en diepere wateroppervlakken worden drooggemalen. Eén molen op het diepste punt van het meer pompt het water naar de binnenboezem. Daar staan molens die het verder transporteren naar de bovenkolk. En van daaruit pompt de bovenmolen het water naar de ringvaart. En de polders die zijn hard nodig om de groeiende bevolking van bijvoorbeeld Amsterdam van voedsel te voorzien. En de Beemster hier die wordt in 1612 drooggelegd. Dat is een plas water van ruim 7200 hectare. Kijk, hier zie je dus het verschil tussen het oude landschap aan deze kant en die enorme badkuip daar die dus al 400 jaar lang droog ligt.